Ik ben Samson Suljevic. Mijn ouders zijn afkomstig van Servië. Ik ben 17 jaar en ik woon al 15 jaar in België. Ik had op een dag zo met mijn broertjes thuis. Je had gezien en op een dag was mijn moeder ineens verdwenen. Ze was gewoon ineens weg. En er was ook weinig geld en eten en zo. En dan heb ik zelf dingen moeten doen dat ik misschien beter niet had mogen doen. Dan heeft de politie een handje moeten uitkomen helpen. En toen zijn wij elke in instelling beland. Op het moment dat we in instelling zaten, vroeg de directeur dat mijn droom eigenlijk is. En ik heb ook gezegd dat ik elke acteur zou willen worden. En die had die en dag zelf een afspraak gemaakt met Reynaldo de Clair. Nu ben ik bij Fratelli. Dat betekent eigenlijk redelijk veel voor mij eigenlijk. Ouders heb ik niet meer en ik zie Reynaldo de Clair eigenlijk zo'n klein beetje als mijn moeder eigenlijk. Ze heeft ook heel veel voor mij gedaan. De mensen die er zijn, die geven mij moed ook en dat geeft mij al kracht van binnen om door het leven te gaan. Elke keer als ik bij Fratelli aankom, dan voel ik me eigenlijk weer thuis. Terug bij mijn broers bijvoorbeeld of gewoon thuis. Ik sta ook op een podium en op een moment weet jij dat het al uw beurt is en je weet ook dat er heel veel ogen naar u staan gericht. Dan is het voor mij eigenlijk nu het moment om te bewijzen dat ik kan acteren en dat ik mijn leven kan herpakken. En dat ik het ook anders kan dan hoe dat het ervoor was. Momenteel is het nog altijd wel wat moeilijk. Het is nog allemaal wat wazig over waar mijn moeder is, als er nog wel is. Waar dat ze is. Kwaad ben ik niet echt. Ik wil gewoon weten waarom dat ze het heeft gedaan. Een moeder die 6 kinderen al alleen achterlaat, daar heb je echt een goede reden voor nodig. Maar tot nu toe zou ik haar nog altijd echt wel een kans willen geven. En ik hoop eigenlijk dat ze nog altijd naar ons zou komen en dat we gewoon samen weer kunnen beginnen. Ik vind zelf dat een mens eigenlijk meer dan 2 of 3 kansen krijgt. Ik bedoel, als mensen eigenlijk kan bewijzen en hij wil bewijzen, dan vind ik dat hij die kans moet krijgen en ik wil erop voor de kans krijgen om dat te kunnen bewijzen. Thank you.